Hier wordt aardgas verbrand. Aardgas is een chemische energie wat erin zit, zeg maar. En bij de verbranding ontstaat warmte en licht. Dus een energieomzetting. Chemische energie, aardgas, wordt warmte en licht. De verbrandingswarmte van aardgas is 32 megajoule per kubieke meter. Dus als je dan 1 kubieke meter aardgas verbrandt, komt er 32 miljoen joule warmte vrij. Nou, heb je een vaste stof, dan drukken ze die uit, die verbrandingswarmte, in een aantal joule per kilogram. Heb je dus een gas, is het een aantal joule per kubieke meter. En heb je bijvoorbeeld een vloeistof, zoals spiritus, heb je een aantal joule per liter als verbrandingswarmte. Dan kun je eerlijk vergelijken waar meer energie in zit, zeg maar, als je het verbrandt. Als je steenkool vergelijkt met hout, zie je dat bij de verbranding van steenkool 2 keer zoveel warmte vrijkomt. Butagas is ook wel 3 keer zo goed, zeg maar, als aardgas. Nou, wat zien we hier? Centrale verwarmingsinstallatie. Die bevat een verwarmingsketel, een pomp, leidingen, een thermostaat en radiatoren. Dat zal allemaal duidelijk zijn. Wat willen we hiermee duidelijk maken dadelijk? Dus aardgas wordt verbrand en met die warmte wordt bij de warmtewisselaar warmte afgegeven in het water. Nou, door stroming, straling, geleiding wordt die warmte dan getransporteerd uiteindelijk. En het is belangrijk dat er voldoende zuurstof bij komt. Dus hoe dat zit, gaan we nou bekijken. Als je aardgas verbrandt, is er zuurstof nodig voor die verbranding. Dus er is een buis nodig waardoor lucht komt. En de gassen moeten worden afgevoerd, uiteraard. En kijken we naar de gassen die ontstaan, dan hebben we uiteraard koolstofdioxide. Dat versterkt het broeikaseffect. En je ziet ook zo'n wolkje vaak, dat is gewoon water. Dus het reactieschema van de volledige verbranding van aardgas is methaan, dat is het brandbare deel van aardgas, plus zuurstof, een pijl, wordt koolstofdioxide en water. Dus de temperatuur hoeft er niet bij. Als je nu met de ramen dicht hier bij de open haard de hele tijd zit, is dat op een gegeven moment te weinig zuurstof en dan ontstaat er het giftige gas koolstofmonoxide, oftewel koolstofmonoxide. Het probleem is dat de zuurstof dan niet meer wordt opgenomen en je snel de pijp uit kan gaan. Die gaat ook nooit meer uit je lichaam, dus mocht je nog bijkomen, dan ben je voor de leven, je leven lang moe. Nu heb je ook wel eens onvolledige verbranding, dan is er te weinig zuurstof. Dan heb je dus koolstofdioxide en water, maar daarnaast ook dat giftige koolstofmonoxide. En je ziet vaker dat alles zwart wordt, dat is dan rood. Dit is een symbool uit de vergelijking, is iets voor de scheikunde. Nou, in Groot-Brittannië sterven 50 mensen per jaar door een defect in verwarmingstoestellen. Laat hem dus jaarlijks controleren, het beste. Een kanarietje kun je meenemen in de mijnen. Die weet wel drommels goed als er koolstofmonoxide is, die valt van zijn stokje af. Roken is nog slechter. Daar zit ook heel veel koolstofmonoxide in. Slechter dan in de mijnen bedoel ik. Nou, warmte en temperatuur, wat is het verschil? Die vlam heeft een hoge temperatuur, maar niet veel warmte. En het water heeft heel veel warmte, grootste zwembad ter wereld hier, maar niet echt een hoge temperatuur. Hoe zit dat dan? Warmte wordt uitgedrukt in joule en temperatuur in graden Celsius. Dus dat is ook heel wat anders, of eventueel Fahrenheit of Kelvin. Nou, hier zie je warmtebronnen. Dit is bijvoorbeeld een boiler, die zet elektrische energie om in warmte. Hier zie je een CV-ketel, die zet chemische energie om in warmte en een beetje licht uiteraard. En hier zie je een gijzer, die is om het water te verhitten ter plekke. Ook een warmtebron, die chemische energie omzet in warmte en een beetje licht tot vlammetje. Nou, de formule om warmte te berekenen, dus Q is P keer T. Voor warmte wordt de Q gebruikt, maar je mag ook gewoon de E gebruiken. Nou, die E is de energie of warmte in joule. Vermogen is in watt en de tijd, let op, in seconden. Sommetje, door een dompelaar met een vermogen van 250 watt vloeit 4 ampère. En nog een heel verhaaltje, hoeveel warmte is daarvoor nodig? Nou, we gaan even de gegevens ordenen. We hebben alleen de P en de T nodig. De P staat hier en de T staat ook hier. De rest is dus niet van belang. E is P keer T en je komt uit op 250 watt keer 120 seconden, 30.000 joule, oftewel 30 kilojoule. Het vermogen, elektrisch vermogen, kun je uitrekenen met P is U keer I. Vermogen is in watt, U is de spanning in volt,
230 als die niet gegeven is, en I is de stroomsterkte in ampère. Hoe groot is nou de stroomsterkte door een boiler met een vermogen van 2 kW? Nou, P is bekend. Oh, let op. Dat moet dan 2,3 moet hier staan. Dus die is 2,3. En dan wordt I is P gedeeld door U. 10 ampère maar liefst. Dus een boiler kost je aardig wat. Wat hebben we hier? De tijd en de temperatuur. En je ziet een blauwe en een rode lijn. Wat kun je zeggen over de hoeveelheid verhit water bij de blauwe lijn? Nou, het duurt een stuk langer voordat het warm wordt, dus je hebt meer. En dan kun je dan kijken, het duurt twee keer zo lang, dus je hebt twee keer zoveel gehad. Je verwarmt met een doppelaar 300 ml water en na 12 minuten is de temperatuur 80 graden toegenomen. Als je dan 100 ml hebt, dus drie keer minder, dan duurt dat ook drie keer korter een tijd, dus 4 minuten voordat het even warm is geworden. Als je een koude lepel in warm water legt, wordt die hele lepel warm door warmtetransport en het gaat van hoge naar lage temperatuur, die warmtetransport. Stroming, straling, geleiding zijn vormen die we nu gaan bekijken. Je hebt goede en slechte warmtegeleiders. Goede warmtegeleiders, bijvoorbeeld, het zijn eigenlijk alle metalen, zeg maar. En slechte warmtegeleiders, hout, kurk of plastic, zijn ook wel isolatoren. Als je nou hier staat de stenen vloer aan op een matje, dan voelt die stenen vloer kouder aan, terwijl die dat niet is, omdat er meer warmtetransport is van je voet naar de vloer. Op het matje is er weinig geleiding, zeg maar, weinig warmtetransport van je voet naar het tapijt. Door de stilstaande lucht. Nou, hierboven hebben we lucht, water, ijzer. Als je een flinke vlam hebt, zie je dat het hier nauwelijks warm is. Dus lucht glijdt niet goed. Water ook niet echt goed. Maar ijzer, alle metalen, als je het hier dus verhit, heb je daar vrijwel eenzelfde temperatuur. Dus metalen glijden heel goed. Stroming even bekijken. Warme lucht stijgt op, heeft een kleinere dichtheid. En stroming kan in vloeistoffen of in gassen plaatsvinden. Hier, wat is de goede? Eens even kijken, we verhitten hier. Warmwater stijgt op en komt dan weer terug. Dus die rechter moet de goede zijn. In de woonkamer heb je een verwarming onder het raam. Koude lucht die wordt direct verwarmd. En die stroming die je dan krijgt, heet convectiestroming. Warme lucht heeft een kleinere dichtheid. Je gaat naar een plek waar de temperatuur lager is. En zo krijg je een stroming. Straling, daar is geen tussenstof voor nodig. Je kan gewoon door een vacuüm gaan, denk aan de zon. Infraroodstraling heb je hier zichtbaar licht. UV-straling lijkt me niet. Hè? Dus straling gaat ook prima door een vacuüm. Daar is geen medium, geen tussenstof voor nodig. Nou, als je een dekseltje beter wil, of hier een kopje hete koffie goed wil isoleren, dan kun je dus kijken of je stroming, straling, geleiding kunt tegengaan. Die stroming kun je vrij makkelijk iets aan doen. Je doet een dekseltje erop. Nou, de geleiding, wat kun je daar tegen doen? Je kunt hem bijvoorbeeld in een vacuüm stolp zetten. Dan geleidt ook niet goed. Maar die straling is eigenlijk vrij lastig iets te doen. Je kunt een aluminiumfolie binnenkant bijvoorbeeld gebruiken. Dan wordt de straling teruggekaatst. Nou, er is zichtbare en onzichtbare straling. Hier hebben we zichtbaar licht. Maar mensen bijvoorbeeld zenden ook straling uit. Warmtestraling, dat is onzichtbare straling voor ons. Die warmtestraling kan wel met een infraroodcamera worden waargenomen. En als je dan een foto daarvan maakt, heb je een thermogram. En daar waar het rood is, is er veel warmte. En waar het blauw is, is er weinig warmte. Dus hier heb ik de hoogste temperatuur, ontsnapt de meeste warmte, zeg maar. Nou, een zwarte auto, een witte auto. Die zwarte auto wordt erg warm, die absorbeert veel straling. Dus dit gebeurt bij de zwarte auto. Heel veel straling valt erop, maar nauwelijks kaatst iets terug. Daarom zien we ook donker. Bij de witte auto valt er evenveel op, maar dan kaatst veel meer straling terug. Zo blind dus ook. Brandweer pakken. Moeten glanzend zijn en glad, dan weerkaatsen ze veel warmte.
Nou, dubbel glas, hoe zit dat? Hier heb je enkel glas en als het dan buiten koud is en binnen is het warm, ontsnapt er veel warmte van hoge naar lage temperatuur. Als je dubbel glas hebt, dan heb je hier dus een laagje stilstaande lucht. Dat glijdt niet goed en dan ontsnapt er weinig warmte van binnen naar buiten. Puur door het laagje lucht. Bij muur heet dat een spouwmuur. Muur, lucht, muur. Alleen heb je natuurlijk als je hier een koude muur hebt en hier de warme binnenmuur, nog altijd stroming, waardoor die muur ook koud kan worden. Dus kun je beter, om die stroming tegen te gaan, je muren isoleren met glaswol of steenwol. Die isoleren ook goed die materialen, er zit veel stilstaande lucht in. Hoe dik moet nou die isolatielaag zijn? Nou, dan zou je een tabel kunnen raadplegen. Hier zie ik staan 3 cm dik, 9 kubieke meter gasbesparing per vierkante meter. Nou, dat is behoorlijk veel. Dan kun je ook deze kiezen, een beetje dikker. Wordt natuurlijk duurder, maar het levert steeds minder winst op. Dus een goede dikte is eigenlijk zowel rond de 5 cm, schat ik. 5, 7 cm. Dat was het.